Breda nu. Je weet het meteen. Ja, jullie zien het al. We staan hier bij het volleybal. Ja, in 1982 was Brevok de volleybalvereniging van Breda. En genoot het grote bekendheid in heel Nederland. Ja, in datzelfde jaar was er een nieuwe wijk in Breda, het Haagse Beemden. En was een aantal mensen die daar volleybal wilden spelen. En daaruit ontstond de volleybalvereniging De Burgst. Ja, Brevok bestaat niet meer, maar De Burgst heeft hoogte- en dieptepunten meegemaakt. En bestaat nog steeds. Wij zijn vanavond hier te gast en we gaan even kijken naar hun trainingen. Sjaak, we staan hier in de sporthal De Scharen. Dit is jullie vaste plaats om te trainen. Ja. Jij speelt in het welk team? In Heren 3 van De Burgst. Dus ons eigen team. En dit is inderdaad ons zaal om te trainen. En wedstrijden spelen wij hier ook op zaterdag. Zaterdag, ja. Oké. Hoe hebben jullie het afgelopen zaterdag gedaan? Nou, afgelopen zaterdag hebben we toevallig gewonnen. Dus tot onze grote verrassing. Maar we hebben 3-1 gewonnen in Papendrecht, uitwedstrijd. En die hebben we Kansrijk gewonnen. Dus was een grote verrassing, maar we waren wel heel blij mee. Maar hoe draaien jullie op het moment? Nou, niet zo heel goed. We staan laatst in de competitie. Maar we hebben eigenlijk de afgelopen twee wedstrijden voor het eerst gewonnen. En nu hebben we de weg omhoog ingezet. Dus we gaan voor een plekje in de middenmoot. Ja, wat is jullie doelstelling dit seizoen? Nou ja, plekje in de middenmoot. In elk geval, we zijn vorig jaar gepromoveerd. Zijn we kampioen geworden in de tweede klasse. Dit jaar voor het eerst in de eerste klasse spelen we. En het is best lastig na zo'n promotie om te handhaven. Dus dat is de doelstelling voor dit jaar, om in de eerste klasse te blijven. En niet weer terug te gaan naar de tweede klasse. Is de trainingsintensiteit ook toegenomen? Trainen jullie nu meer? Ja, we zijn van één keer trainen in de week naar twee keer gegaan. Dus we hebben nu op woensdag en op maandag training om toch wat meer te oefenen. En wat meer vaste spelritmes erin te krijgen. En we hebben daardoor die maandag erbij gekregen. Okay, ja, precies. Wat betreft de speelwijze, wat ben jij? Ben jij een verdediger of ben je een aanvaller? Hoe kan ik dat zien? Ja, ik ben paasloper, noemen ze dat. Dus buiten aanvaller. Dus zowel verdedigen als aanvallen aan de buitenkant. Jullie als team, kun je stellen dat jullie een aanvallend team zijn? Of kun je dat zo niet zien in volleybal? Ja, we hebben niet een heel sterk, echt een ijzersterke aanval. Waarin met iemand die alle ballen die hij krijgt binnen de 3 meter slaat. Dus we hopen altijd wel. We kunnen allemaal goed aanvallen, maar vooral verdedigend. Daar moeten we het van hebben. Door gewoon goed alle ballen van de grond af te rapen. En daarmee de tegenstander moeilijk te maken. Hoe leuk is volleybal? Hartstikke leuk, ja, zeker. Hoe lang doe je het al? Ik doe het eigenlijk al heel lang. Ik heb echt jeugd doorlopen waar mijn ouders wonen, niet hier in Breda. Maar sinds studententijd, dus eigenlijk al een jaar of 10, 12, speel ik al hier in Breda volleybal. En het is superleuk, gewoon met het team. Ja, het is een groep mannen wel onder elkaar. Gaat gewoon gezellig aan toe. Ja, vooral ook na de wedstrijd gewoon samen even een drankje doen en hier in de kantine. Dat is gewoon superleuk. Ja, even nog een laatste vraag. Jullie kunnen natuurlijk wel nieuwe spelers gebruiken. Waar moeten ze zich dan melden? Absoluut. We hebben vanaf 1 januari krijgen we een nieuwe website. Dus dan wordt alles helemaal vernieuwd. www.deburgst.nl. Eigenlijk heel simpel. Ja. Maar daar is vanaf 1 januari weer allemaal up-to-date informatie te vinden. We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Het is lopend seizoen altijd wat lastig om mensen in te passen. Maar zeker vanaf nieuwe seizoen, dus vanaf de zomer, zijn alle spelers welkom. Vooral heren, dus kunnen we erg goed gebruiken in de Nefobo-klasse. Dus als je op zaterdag leuk vindt om te volleyballen, echt fanatiek. Maar ook op recreantenklasse. Dus als je gewoon zegt, ik wil alleen maar door de week bezet zijn. We hebben ook heel veel recreantenteams binnen de vereniging die door de week spelen. Het zijn ook hele gezellige teams, of herenteams of mixteams. En daar zijn we vooral ook zoek naar heren.
speel nu voor mijn derde jaar volleybal. Derde jaar volleybal? Ja. Want hoe oud ben je nu? 26. 26? Ja. Is dat niet een beetje laat of maakt het niet uit? Nou, het is eigenlijk heel laat. Want volleybal is een heel technisch, heel moeilijke sport. Nou hebben mijn ouders altijd hier bij Breivik gespeeld. En mijn vriend speelt in het Nederlandse team. Dus ik ben wel een beetje aangestoken door mijn ouders en mijn vriend. En toen ben ik dat gaan doen. En ja, ik wil dat heel graag. En ik heb sportacademie gedaan, dus ik heb wel een beetje ervaring. En toen kwam ik in een heel leuk team. En toen dacht ik, ja, dit is het. Dus ik ga elke week met heel veel plezier naar de training. Ja. Want hoe draaien jullie nu dit seizoen? Heel goed. Ja. Ja, dat is goed. We staan bovenaan. 9 punten los volgens mij. Ja. Okay. Ja, dus dat is heel goed. Dus we wilden kampioen worden dit jaar. Dus ja, maar ja, wordt er ook nooit gemopperd? Want ik neem aan dat het allemaal goed gaat. Het valt mee. Trainen moppert natuurlijk wel eens. Maar eigenlijk onderling gaat het gewoon heel goed. En we hebben wel feedback op elkaar natuurlijk. Want je moet het samen doen. En dat is bij volleybal echt super belangrijk. Ja. Het is echt millimeterwerk, zeg ik altijd. Dat is ook de kracht van je team, het allemaal samen doen? Ja, ja, dat denk ik wel. Ik denk, we kennen elkaar nu bijna 3 jaar allemaal. Okay. We zijn best wel nieuw geselecteerd samen. Ja, we zijn vanavond ook nog te gast bij een andere sportvereniging. We zijn namelijk te gast bij de dames van HV United Breda. De handbalvereniging van Breda. Lisa, jij speelt in het eerste van de dames. Hoe draaien jullie op dit moment? Wisselend. De ene wedstrijd spelen we best wel goed en de andere wedstrijd spelen we minder. Alleen dat heeft ook te maken met de verjonging die we hebben gehad dit seizoen. We zijn een stapje teruggegaan qua ervaringen. Ik ben eigenlijk de enige die nog over is van de groep van een paar jaar geleden. Heel veel jonkies erbij gekregen en daardoor speel je ook wisselend. In welke klasse spelen jullie? Wij spelen nu tweede divisie. En dat is het tweede hoogste niveau van Nederland. Je hebt dan de eredivisie en dan de eerste divisie en wij spelen dan de tweede divisie. En wat is jullie doelstelling nu dit seizoen? Nee, doelstelling is gewoon behoud van de tweede divisie. Dat is ons uiteindelijke doel. En ik denk ook wel dat het erin zit. We moeten alleen tegen de ploegen waar wij een beetje gelijkwaardig zijn of beter zijn, die moeten we gewoon winnen. En de wedstrijden waar het om draait, dat zijn dus ook die wedstrijden. En de rest maakt niet zo heel veel uit wat het resultaat is. Nou hebben we een keertje gelijk gespeeld tegen de koploper. Dus dat zijn gestolen punten als het ware. Dus dat was al heel mooi. En nou moeten we eigenlijk zoveel mogelijk punten zien bij elkaar zien te sprokkelen tegen de lagere teams. Ja. Wat is nou leuk aan handbal? Ja, wat is niet leuk aan handbal? Het is gewoon lekker fanatiek, lekker hard. Dat vind ik leuk vooral. En gewoon lekker als team vechten. En gewoon, dat zul je vast ook wel gezien hebben bij het Nederlands damesteam. Dus het is gewoon vechten voor elk puntje. En daar kom je er vanzelf wel. En dat vind ik leuk aan handbal. Merk je nou ook terug hier bij HV United dat populairder wordt? Ja, we merken dat wel in bij de jeugdleden en zo. Het wordt wat drukker op de trainingen en ze komen vaker meedoen. En daar win je dan weer leden door, dus dat merken we zeker wel. Ja. Ja. Dus jullie kunnen zeker nog wel wat leden gebruiken? We kunnen zeker leden gebruiken, altijd. Hè? Zeker ook bij de hoger spelende teams, dus de volwassen teams. En daar is het iets minder natuurlijk. Hè? Bij de jeugdteams, kinderen komen sneller als ze er zoiets zien op tv als volwassenen. Ja. Maar we kunnen altijd spelers gebruiken, zeker. Ja. Kun je even vertellen waar jullie altijd trainen? Wij trainen altijd in de Ganzerik, sportal de Ganzerik in Breda, in de Haagse Beemden. En trainen we op dinsdagavond en op vrijdagavond van 8 tot 10. Ja, dus als meisjes of dames willen trainen, dan kunnen ze een keertje langskomen. Ja, graag zelfs, graag. Okay. Dat kunnen we altijd gebruiken. Yeah.
Ja, ik sta hier bij Kees Hezels. Wat ben jij hier bij de vereniging? Ik ben op dit moment bestuurslid Algemene Zaken van de vereniging. En ik ben eigenlijk al een jaar of 20, 22 begeleider van de Dames 1 team van HV United Breda. Wanneer is HV United Breda opgericht? Nou, HV United is eigenlijk opgericht een jaar of 5, 6 geleden. Door een samenvoeging van Handbal Breda met Tornado 70. En Tornado 70 bestaat al sinds 1970. Ja. Dus inmiddels is nu 5 jaar dat we een samenwerking hebben. Of eigenlijk een fusie hebben met Handbal Breda. Ja, het is eigenlijk de enige handbalvereniging binnen Breda, hè? Ja, op dit moment nog wel. Ja. De rest is allemaal afgevallen en gestopt. Ja. Maar, ja, dat heeft ook te maken natuurlijk met de bereidheid tot handballen. Het probleem is dat je als handbalvereniging eigenlijk een beetje moeilijk je eigen kunt staande houden. Omdat het vaak op dezelfde mensen neerkomt. En het is zo jammer dat er zo'n mooie vereniging eigenlijk draaiende wordt gehouden door een klein select groepje mensen. Wat elke week hetzelfde is. Dus jullie hebben niet alleen leden nodig, maar ook eigenlijk vrijwilligers. Wij zouden heel dolgraag een aantal leden erbij of een aantal vrijwilligers erbij willen hebben die zich ook eens willen inzetten voor de vereniging. Daar zijn we heel blij mee. En waar zit je dan aan te denken? En wat gaan ze dan doen of wat kunnen ze dan doen? Nou, ze kunnen dus bijvoorbeeld eens een keer een bardienst meedraaien. Ze kunnen eens een keer een actie meedoen. Ze kunnen meehelpen bij het organiseren van activiteiten. Kortom, er is werk zat binnen een vereniging, als je daar de juiste mensen maar voor kunt vinden. En wanneer wordt er altijd getraind hier? Wij trainen hier op maandag, doen ze krachttraining in de sportschool. Op dinsdag en op vrijdag wordt er hier getraind door de verschillende groepen. Onder andere dames 1 en heren 1 komt straks, maar die trainen als laatste. Maurice, jij bent de trainer hier. Waar zijn jullie nou op aan het trainen? We zijn nu aan het trainen op cirkelspel en met name de samenwerking met cirkel. Oftewel, hoe zoek je de ruimte op? Hoe zorg je dat ze aanspeelbaar is? Dat is het eigenlijk in het kort. Het benutten van de ruimtes en het werken aan de overtalsituatie. Dat is wat we nu aan het doen zijn. Okay. Ja. En lukt het hun goed? Of waarin moeten ze nog verbeteren? De loopwegen moeten nog wat slimmer. Daardoor ontstaat er gewoon net iets meer ruimte. En dan komt zo'n bal die komt dan net wel aan. Het handbal gaat sowieso om details, maar dit zijn wel detaildingen. Ja. Klopt. Ja. Gewoon slim bewegen. Ja. Analyseer je ook de wedstrijden? Altijd. Ja, maar ik bedoel dan ook met de video? Doen we ook. Ja. Ja. Dat is belangrijk. Ik bedoel, goede voorbereiding is wel essentieel. Tegen wie gaan we spelen? Wat voor dekking spelen zij? Wat zetten wij daar tegenover? Okay. Dus je weet ook wat waar de kracht van de tegenstander ligt? Over het algemeen weten we wat de kracht van de tegenstander is. Ja. Ja. Maar ja, dan is het nog het kunstje. Zet je daar de juiste zaken tegenover? Zowel technisch als tactisch. Ja. In welk wedstrijdconcept spelen jullie? Wij streven ernaar om wel offensief te bewegen. Niet passief. Passief, dat ziet er gewoon minder fraai uit. En dan ben je reactief. En wij willen graag gewoon proactief. Zowel aanvallen als verdedigen trouwens. Ik had begrepen dat jullie jonkies bij hebben. Ja, die maken nu een leerproces mee. Je leert heel veel in een seizoen. Daar zit niks mee. Als je leert van je fouten, dan maak je tenslotte progressie. Kijk, als je blijft doen wat je doet, dan kom je ook niet vooruit. Ja. Wordt ook af en toe wel eens gemopperd? Ja, maar mopperen is op zich goed. Daar is niks mis mee. Kijk, als je er beter van wordt, is mopperen niet goed. Kijk, elkaar afzeiken, daar schieten we niks mee op. Nee. Maar elkaar gewoon... Waarheid zeggen? Ja, maar daar ben ik wel voorstander van.
Breda Nu. Je weet het meteen.